Ja, ik denk dat dat een reeks is waar Kurt van der Paar dolgraag de bekendmaking zou doen. Twee mannen van Wezel daarbij. Welkom mannen. Kurt, ben jij dat de trainer? Ja, hè? Het zijn jouw jongens. Hè? Jij gaat het eerder weten dan hen, want jij gaat de enveloppen krijgen. Is het een goed seizoen gemaakt? We hebben een goed seizoen gehad. We zijn nu twee keer na elkaar gepromoveerd. Dus vorig jaar met een eindronde en nu als kampioen. Dus we mogen niet klagen. Naar de eerste provinciale nu? Wij gaan naar de eerste provinciale. Met dezelfde ploeg of komt er versterking? Met 70-80% dezelfde ploeg, maar er komt ook versterking bij. Oké. We gaan zien of een van jouw mannen heeft gewonnen, maar eerst bij Imke. Ja, Almond, je bent niet alleen kampioen op het veld, maar jij bent ook actief in de zaal. Ik ben inderdaad ook actief in de zaal sinds dit seizoen. Ik heb in het verleden wel in Nederland dan vooral ook in de zaal op hoog niveau gespeeld. Maar sinds het verhuis naar België toe heb ik daar een beetje achterwege gelaten en nu weer opgepakt. En ook kampioen? Ook kampioen geworden inderdaad, ja. Wat een geweldig seizoen. Wat is jouw beste kwaliteit als voetballer? Goh, ik denk dat ik een redelijk technische speler ben. Vooral snelheid en 1 op 1. Oké, wie wil jij vanavond nog graag bedanken? Ik denk de materiaal van Wezel Sport, Zwaar Luiks. Omdat hij heel veel tijd eigenlijk in de club steekt. En natuurlijk ook de trainer die vertrouwen en geloof in mij heeft. Ik wou net vragen, is het een goede coach? Het is een hele goede coach. Wat kan je anders zeggen? Heel veel succes. Joram, hoe schat jij kansen vandaag in? Nou, ik schat hem als een hele goede speler. Ik heb er vorige week nog tegen gespeeld en een indruk dus. En wat ook zo mooi is, je hebt een fantastische band met je broer. Is hij vandaag ook hier? Nee, hij is jammer genoeg niet aanwezig. Oké, hoe was jouw seizoen? We zijn op een vierde plaats geëindigd en doen mee met een eindronde. Dus hopelijk kunnen we naar eerste provinciale. Oké, heel mooi. En wie wil je vanavond ook nog in de bloemetjes zetten? Ik wil graag mijn vader in de bloemetjes zetten. Ik was 12 jaar en toen kwam mijn vader eigenlijk alleen voor te staan. En hij heeft er toch voor gezorgd dat ik elke dag in Kessel bij Lierse elke dag op de training stond. Dus anders had ik hier vandaag niet gestaan. Dus papa, precies. Verdient een applaus. Dat is mooi, dat is heel mooi. Knap man. We gaan kijken wie het is geworden. Kurt van der Paar op een derde plaats in tweede provinciale B Antwerpen is geëindigd. Grebi Alban. Alban Grebi, derde. Dus blijven over Joram Rijmen en nog één kans ook voor Wezel met Mike Oris. We kijken wie de Golden Palace Bowl 2019 mee naar huis neemt. Dat is Oris Mike. Mike Oris is de winnaar, is hier niet aanwezig, hij is bij zijn ouders in Brazilië. Maar ik vermoed dat de trainer de trofee wel wil meepakken, hè, voor Mike. Ook al vertrekt hij volgend jaar naar Bergendal samen met zijn broer. Ik zal hem zeker bezorgen. Oké, dankjewel. Alban en Jori, komen jullie hier voor de foto? Joram, komen jullie hier voor de foto?